What's up boys and girls? Welkom terug op dit kanaal. Ik ben jullie host van vanavond Sam en wij hebben vanavond weer een 5-minute crypto catch-up op de planning. Wat gaan we vandaag bekijken? We gaan Bitcoin bekijken. We gaan Ethereum in relatie met Bitcoin bekijken. Even hier een klein beetje de dominance gaan bekijken van Bitcoin. En vervolgens gaan we nog net iets dieper in één altcoin gaan die ook op mijn radar gepopt is. Lijkt het jou nu wat uh, interessant? Join dan zeker onze Discord. Daar hebben we zowel een gratis server als een betalende server voor de iets meer geavanceerde leden. Hierin kunnen jullie continu bashen met elkaar, vragen stellen aan ons en persoonlijke analyses opvragen. Nu, zonder daar al te veel over te praten, laten we rechtstreeks in deze video gaan beginnen. Dus waar gaan we het vandaag over hebben? Laten we beginnen bij het begin met Bitcoin. Dus in de afgelopen 5 minute crypto catch-up hebben we het over liquidity wicks gehad. En we zien eigenlijk dit fenomeen terugkomen in alle afgelopen market cycles. Dat we een soort mid-cycle top hebben. En dat wij een liquidity wick plaatsen of liquiditeit gaan ophalen. sinds boven de orderblocks van de afgelopen bear market. Dat zagen wij in de 2018-2019 cycle. Hetzelfde zagen wij in de 2015-2016 cycle. Hier een liquidity wick voor de halving boven de bearish orderblocks van de afgelopen um, bear market. En ook ditzelfde fenomeen zien we hier eigenlijk terug afspelen. Dus wederom um, in, de af in de discord heb ik gesproken over het feit van: Pas op met Bitcoin. We zijn liquiditeit met de ETF op het ETF-nieuws gaan ophalen boven dit bearish orderblok van de afgelopen bear market. En we hebben hierop afgewezen. En waarom is dit nu zo interessant? Wel omdat we ook effectief een candle close gehad hebben. We zien deze liquidity wick wikt boven de bearish order blok, haalt liquiditeit op en is serieus, serieus veel lager geclosed. Om exact te zijn, rondom 41600 zijn we geclosed geweest eh, rondom, eh, rondom zondag. Dat is eigenlijk een serieuze drop, hè, van, van 48, 49k is bijna 10k dat er gepinst is geweest, eh, na het ETF nieuws. Dus dat is echt wel een serieuze liquidity wick. Echt wel iets om op te passen. Nu, persoonlijk ben ik nog steeds van mening dat het gezond voor de markt zou zijn, moesten wij een grootschaligere pullback maken. En dan kijken we eigenlijk richting de levels 36, 37k of eigenlijk idealiter 32k. En waarom is het nu eigenlijk een interessant level? Wel, we zien bitcoin dit scenario in het verleden ook uitspelen. Je hebt hier deze highs en je retest op zeker moment deze previous highs om en bij. Nu, uiteraard zouden we nog dieper kunnen doorvallen, maar dit is alleszins het level dat ik als eerste in de gaten zou beginnen houden. Uh, is om en bij die 33, 34k voor een grootschaligere pullback. Alleszins hoeft dat per se? Nee, eenmaal dat we closen boven deze high, well, dan kunnen we weer verder spreken over een sustainable uptrend. Maar dat is alleszins niet de informatie die we op dit moment hebben. Op dit moment hebben wij hier een toppingtail. Geprint. zo heet deze candle een topping tail. Alles sinds, zo noem ik deze candle, of noemde een mentor van mij Alles sinds deze candle: dat is eigenlijk een candle met een hele lange wick naar boven en die closed bearish. Dus dat is alleszins hoe het met Bitcoin er momenteel voor staat, vanuit mijn standpunt. Alleszins is dat we momenteel een liquiditeitsviek gehad hebben. Kunnen wij nog een klein beetje omhoog treden, terugwikken en terug naar beneden gaan? Zeker en vast. Het is daarom niet per se gezegd dat wij nu naar beneden moeten gaan crashen. Maar dit is alleszins wel een topping-candle. Dus zeker en vast iets om in de gaten te houden wat betreft Bitcoin. Nu verder over Bitcoin gesproken, laten we eens richting de Bitcoin-dominance kijken. Want ik heb een bepaalde visie over de Bitcoin-dominance. En ik dacht dat de Bitcoin-dominance richting 57 tot en met 60 ish procent zou gaan gaan. En ik sluit het niet volledig uit, maar misschien is het tijd om deze visie of deze bias een beetje bij te schroeven. En waarom zeg ik dat? Wel, we zitten eigenlijk niet meer in zo'n sustained uptrend. In het verleden zagen wij telkens: je breekt een high, je maakt een nieuwe high. Uiteraard, die zit in een uptrend. Je breekt de high, je maakt een nieuwe high, je breekt de high, je maakt een nieuwe high. En ook bij deze laatste hebben we dat gedaan: hebben we de high gebroken en een nieuwe high geprint. Nu, het probleem hierbij zit: is dat we bij deze laatste push-up geen nieuwe high geprint hebben. En sommige mensen noemen dit al wel eens een soort van, wel, het is een beetje een scheve, maar een head and shoulders. Nou, dat is eigenlijk gewoon simpelweg dat er niet meer genoeg buy pressure is om een nieuwe high neer te printen, althans op de Bitcoin dominance chart. Wat eigenlijk wil zeggen dat kapitaal meer en meer richting altcoins gaat gaan vloeien. Niet per se altcoins, het kan evenzeer stablecoins zijn, hoeft daarom niet een, een risky altcoin te zijn, maar alleszins kapitaal wat wegvloeit uit Bitcoin. En we hebben ook veel altcoins in rally in de afgelopen periode, dus dat is eigenlijk logisch. Maar dit is alleszins evenzeer een soort bearish patroon dat we aan het uitspelen zijn. Nu, in het verleden hebben we nog wel een soort van zijwaartse consolidatieperiode gezien, alvorens dat we uitbreken. Maar dit is nu niet meer echt zijwaartste, noem maar right. We hebben deze low die we hier hadden, hebben we gebroken. We kunnen geen nieuwe higher high neerprinten en we breken deze low opnieuw. Dus waar ben ik persoonlijk naar aan het kijken op de dominant? Kunnen wij deze low hier vasthouden? Kunnen wij hier een bounce maken en deze high uitnemen? Wel, dan kunnen we verder spreken over een sustainable uptrend richting de bovenkant toe. Breken we deze low naar onder? Wel, dan denk ik dat het eigenlijk logischer is dat we de, de visie of de thesis van 60% een klein beetje aan de kant gaan, gaan schuiven. En gaan kijken richting een lower high om hier te transitioneren richting altcoins. Want dan gaan we vermoedelijk een bearish trend gaan, gaan starten. En dat is natuurlijk positief voor de altcoinmarkt, maar alleszins niet voor Bitcoin. Het kan daarom zijn dat Bitcoin omhoog gaat. Dat kan heel zeker aan vast zijn. Maar altcoins gaan Bitcoin dan vermoedelijk outperformen. Dus dan kunnen we beter gaan kijken dat we in het middenstadia zijn richting een bullrun. En dat altcoins echt beginnen shinen. Dus dat is alleszins mijn visie wat betreft de Bitcoin dominance. Ik heb een klein beetje schrik dat we hier onze top neergezet hebben. En niet zozeer richting de 57-60 zone. Op zich geen probleem. We gaan kijken wat prijsactie brengt. Breken we, schalen we in op altcoins op de lower high. Kunnen we deze low vasthouden en breken we deze high? Wel, dan gaat Bitcoin dominance nog een klein beetje verder. Zeker richting, uh, richting de halving toe zie ik dit ook niet onmogelijk. Maar dus, dat is dus mijn huidige visie wat betreft de Bitcoin dominance. En waarom ben ik niet zo zeker van deze visie? Wel, laten we gaan kijken richting Ethereum versus Bitcoin. Dus het Ethereum-Bitcoin pair gaat het pair omhoog. Dan is Ethereum de outperformer van de twee. Gaat het pair naar beneden, dan is Bitcoin de outperformer van de twee. En waarom ben ik nu niet zo zeker dat de Bitcoin, nu al, de Bitcoin dominance nu al uitgetopt is? Wel dat is simpelweg vanwege het patroon dat Ethereum aan het printen is momenteel, dat zeer gelijkaardig is aan het patroon van 2018. Ik ga jullie meenemen. Dus we zien hier in 2017 hebben we onze market cycle piek gezet van het Ethereum-Bitcoin pair. Vervolgens hebben we eigenlijk een serieuze pullback gemaakt. En een initiële low neergezet. Hier van deze initiële low hebben we wederom een serieuze bullish momentum richting boven gehad, en hebben wij een lower high neergeprint op de chart. We komen terug verder neer naar beneden, en we zien eigenlijk dat we opnieuw op hetzelfde level bouncen als dat wij toen gedaan hebben met onze initiële low. En we hebben hier eigenlijk een relatief sterke bounce. Deze bounce heb ik het hier over. Een redelijk sterke bounce om vervolgens toch af te dwarelen en een laatste macro-bodem neer te zetten op het Ethereum-Bitcoin-pair. Alvorens dat wij de volgende run van Ethereum uh, of outperformance van Ethereum gekend hebben. En wat zien we eigenlijk nu afspelen? We hebben hier onze market cycle peak neergezet in 2021. We zijn neergekomen. We hebben een initial low gemaakt. We zijn terug omhoog gebounced en we hebben een lower high geprint. Ten opzichte van de market cycle high. Net zoals dat wij hier een lower high geprint hebben ten opzichte van de market cycle high. We zijn opnieuw neer aan het komen naar hetzelfde niveau als waar we de initiële low neergezet hebben. Right? Zoals hier op de chart. En ook hier bouncen wij op dit moment weer sterk vanaf. Identiek hetzelfde als dat wij hier op deze high gezien hebben gehad. Dus ik maak mij een klein beetje zorgen dat er ergens een mogelijkheid is, een soort ja, possibility. Dat wij opnieuw gaan neerkomen naar dit level en uiteindelijk hier doorbreken. Alvorens wij een market cycle bottom zouden neerzetten. En wat zou dan het level zijn waar ik naartoe ga kijken? Wel, dat is eigenlijk dit mooie level. Ik kan jullie ook uitleggen waarom. Ik persoonlijk werk heel veel met pivot points. En wat is een pivot point? Dat is een punt op de chart waar dat de richting verandert van de chart. Een pivot, een verandering van richting. En we zien hier. Op deze trendlijn zien we 1 pivot point, 2 pivot point, 3 pivot point, 4, 5, 6. En het zou niet onlogisch zijn, moesten wij opnieuw dit level gaan hertesten. Een volgende pivot point, alvorens dat wij in de volgende market cycle verder omhoog zouden kunnen trenden met Ethereum versus Bitcoin. Dit zou mij het meest logische level lijken om te gaan hertesten of alleszins toch in deze zone ergens om en bij. Dus mijn base case gaat er nog steeds vanuit dat Ethereum niet klaar is met bloeden. Versus bitcoin. Dat wij een nieuwe low zullen kunnen neerzetten. En natuurlijk, als het Ethereum Bitcoin pair een nieuwe low neerzet. Dan zou het Bitcoin Dominance pair een nieuwe high kunnen neerzetten. Dus het is vandaar dat ik een beetje in een lastige situatie zit. Van ja, welk van de twee gaat het nu daadwerkelijk worden. Nu. Genoeg wat betreft Bitcoin en Ethereum. Laten we eens iets meer gaan kijken richting een nieuwsartikeltje wat mijn aandacht te pakken heeft gehad. VC Investing, dus Venture Capitalist Investing. Dat is de funding dat projecten in de early stages van hun opstart krijgen. En daar zien we eigenlijk interessante dingen voorbij komen. Dus 2023 was het derde grootste jaar voor crypto-VC's. Voor zowel boot deal count als kapitaal dat geïnvesteerd is. Uh, alhoewel het eigenlijk serieus gedropt is tegenover 2022. En dat zien we eigenlijk ook op de chart. Hè. Dus we zien hier 2023, ik ga er een klein beetje inzoomen, zien we dat er in totaal 10 miljard aan, wel, om en bij, um, aan kapitaal geïnvesteerd is door VC's. Dat is niks tegenover 2020 en tegenover 2021, waar dat wij respectievelijk, laten we zeggen, 33 miljard aan inflows hadden en 30 miljard aan inflows aan uh, beginnende crypto-startups. Dus het kapitaal, wel het is wel het derde grootste jaar, maar het is eigenlijk vrij te vergelijken met 2018, het bear market jaar. Uh, toen was er om en bij evenveel investment. Dus het is niet om te zeggen dat het echt zo'n een, zo een magnifiek. Jaar gewezen, weliswaar wel voor bitcoin, maar daarom niet zozeer voor um, het kapitaal dat in de space gevloeid is dankzij Venture Capitalist. En we zien eigenlijk hetzelfde met, met de deal count voorbij gaan komen, Dan zien we dat we ook eigenlijk terug aan, aan levels van ja, 2020 zaten om en bij. Um, niet te vergelijken met 2021 en met 2022. Nu, als we heel positief zijn voor deze chart, moesten we hier stilaan een omkeer beginnen plaatsen in de volgende kwartalen. En dat we echt zien dat er terug inflow van, van nieuw kapitaal binnenkomt in crypto-startups. En hier hebben we eigenlijk dezelfde chart, maar dan de Bitcoin-prijs overleed. En wat zou dit nu kunnen betekenen? Um, waarom is de Bitcoin-prijs zo gestegen terwijl eigenlijk inflows naar beneden gaan? Wel, dat denk ik dankzij de Bitcoin-spot-ETF. Heel simpelweg. Uh, kapitaal dat richting Bitcoin gevloeid is. De ETF's moeten namelijk, het is een spot Bitcoin ETF, dus zij moeten daadwerkelijk Bitcoin in hun bezit hebben en van de open markt afgekocht hebben. Alhoewel, kan dat over de counter zijn, van andere exchanges bijvoorbeeld. Maar het kan evenzeer gewoon van de open markt geweest zijn. En dit drijft de prijs per bitcoin omhoog. Maar dat wil daarom niet zeggen dat er eigenlijk extreem veel inflows zijn. We zien weliswaar inflows in Ethereum. We zien weliswaar inflows in, in andere altcoins. Maar belangen niet op de niveaus. Als dat we in een echte bull market peak. Of, of de, de latere stadia van een bull market zouden zien. We staan eigenlijk nog in het begin. In het prille begin van de bull market. Uh, wat mij ook een klein beetje zorgen baart over hoe sustainable deze move nu daadwerkelijk is. Nu, welke sector zag je dan het meeste aan inflows? Wel, dat is eigenlijk deze blauwe sector hier, die je eigenlijk enorm ziet uitbreiden. En dat is een, een groot deel market share dat ze aan het opknabbelen zijn, en dat zijn layer 2's en interoperability. Dus dat is echt wel een sector waar dat ik in de komende gehele boeren naar ga kijken, is die layer 2 schaling van Ethereum, en interoperability. Denk evenzeer aan layer 0's. Zij nemen gewoon echt enorm, enorm market share in. Super interessant om in de gaten te houden. We laten we gaan kijken richting actieve adressen op grote layer 1 blockchains dan. Um, dat zijn eigenlijk twee interessante die uit het oog springen en dat is eerst de bovenste hier is TRX-tron uh, ze hebben eigenlijk een enorme push gehad in dagelijkse actieve gebruikers. Sinds wel, laten we zeggen, om en bij eind november, begin december. Is deze push al wat begonnen. Maar er is er nog eentje die veel interessanter is. En dat is Litecoin. En dat is eigenlijk deze paarse grafiek die je hier op de chart ziet. Hebben een enorme, enorme boost gekregen in daadwerkelijke dagelijkse actieve gebruikers. Sinds wel, begin november. Dus ongeveer een twee, tweeënhalve maand geleden. Is deze serieuze uptrend gestart. En waarom vind ik dat nu interessant? Want als we kijken naar de chart van Litecoin, dan zien we dat deze nog niet echt zo fel bewogen heeft. We hebben hier om en bij sinds oktober, november wel een kleine push omhoog gehad. Maar daarna zijn we eigenlijk sterk terug aan het komen. En we zijn hier eigenlijk aan het squeezen binnen dit wedge-patroon, of alleszins binnen dit triangle-patroon. Het is eigenlijk een 50-50 kans. Gaan we naar onder uitbreken of gaan we naar boven uitbreken? Maar de probability dat we naar boven uitbreken ligt in mijn opinie hoger dan de probability dat we naar beneden uitbreken. Puur vanwege deze data, dat echt actieve gebruikers van Litecoin sterk, sterk aan het rallyen zijn. Zeker in vergelijking als we kijken richting de andere layer 1 blockchains. Dus we zien echt wel leven komen in de dagelijkse actieve gebruikers van Litecoin. En de prijsactie reflecteert dit nog niet. En dat is hetgene, deze deviaties zijn eigenlijk hetgene wat wij als investors in de gaten moeten houden. Waar zijn nieuwe gebruikers naartoe aan het rennen? Of alleszins, waar zijn meer dagelijkse gebruikers naartoe aan het rennen? En welke chart heeft nog niet gepopt van deze, van deze verschillende opties? Dus dat is hetgene wat ik vandaag met jullie in de 5-minute crypto catch-up zou willen delen. is, Deze chart is hetgene dat ik enorm in de gaten aan het houden ben. Maken wij een bounce... Dan denk ik dat we richting boven kunnen bounce. En dan ga ik ineens de Trade Premium Supply and Demand Screener gaan, gaan opzetten van Traders Lab. Super handige indicator. Raad ik ook zeker, zeker aan om te gebruiken. Zeker als je wat nieuw bent in crypto en nog niet echt goed order blocks kunt spotten. Wel, waar zouden we dan naartoe kunnen kijken? Wel, de volgende resistance ligt eigenlijk rond 93 dollar. Dus stel we hebben een breakout van dit patroon, dan zie ik ons eigenlijk richting deze 93 dollar gaan een retrace naar onder maken en dan hebben we eigenlijk een vrij spel tot en met 130 dollar. Hier liggen eigenlijk de volgende order blocks op de map. Ge um. Ja, geplaatst. Dus dat zou toch echt wel een, een soort 90% rally kunnen zijn? We zullen eens kijken, vanuit, vanuit dit prijspunt zou de 90% rally kunnen zijn. Wachten we tot de breakout en de retest, want dan zetten we ongeveer op een 70% rally. Dus dat is de chart die ik deze week, of wel sinds in de komende week in de gaten aan het houden ben, want weet boys en girls, ik kijk op de weekly time frame, dus dit kan echt nog wel anderhalve maand duren om uit te spelen. Dus alleszins iets wat ik zeker en vast in de gaten ga houden. En dan ga ik met deze weer de 5-minute crypto catchup af gaan sluiten. Vond jij het educatief? Vond je het interessant? Check dan zeker de link in de beschrijving. Hier gaan we uitgebreid over al deze content. We proberen het in deze video's iets korter te houden. Maar in de, in de Discord gaan we veel uitgebreider over deze onderwerpen. Goed? Dan zie ik jullie terug in een volgende video. Ciao.